Dan, voordat je vertrok, even snel een stratenboek in je tas gooien. Ruzies in de auto op vakantie, omdat toch de verkeerde afslag is genomen. En per vakantieland een eigen losse, gedetailleerde kaart meenemen. Dat hoort er allemaal bij. Tegenwoordig onvoorstelbaar. Want de ouderwetse kaart is zo langzamerhand een reliquie van het verleden geworden. En dat terwijl de landkaart juist zo fantastisch is. Ja, dat vinden Jort Kelder en Jellebrand Korsjes. In het boek De Geschiedenis... Even voor naar de sportschool. Wow. De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten... zijn de mooiste historische kaarten gebundeld. En vanavond bespreken we de meest bijzondere. Hartelijk welkom, jongens. Jelle, met jou te beginnen. Waar komt jouw fascinatie voor de landkaart vandaan? Eigenlijk met dit boek. Dat ook echt letterlijk een stuk gelezen is. Dit is de Bosatlas uit 1983. Ja. Ik was toen 5. Ik kon denk ik misschien net lezen, maar dat maakt allemaal niet uit. Op de zondagochtend ging ik de trap af. Iedereen sliep nog. En ik kon gewoon uren door die atlas bladen. En ik dacht eerst dat het bijzonder was. Maar het is dus echt een beetje de norm. Volgens mij zijn er enorm veel atlas-fetischisten. Hier aan tafel, ja. Atlas-fetischisten. Ja, je bleef gewoon in kijken. Want zie die, weet je, dan gaat het diep op in. Dan kijk je bijvoorbeeld naar Zuid-Amerika. En dan zie je nog een plaat van Colombia. Dan ga je het is heel fascinerend. Het is echt mooi. Ja. Eigenlijk... Het is heel grappig, want het is aan de ene kant... wil je juist controle krijgen over de... Het geeft je een beetje grip op de wereld. Maar aan de andere kant biedt het ook mogelijkheid om weg te dromen. Ja. Wat je eigenlijk ook bij een roman hebt. Dan moet je nadenken van, goh, hoe zou zo'n personage eruit zien? Maar zo'n atlas gaat gewoon nog een stap verder, weet je wel? Ik zal gelijk even mijn favoriete kaart laten zien. Nou, dat was natuurlijk de Sovjet-Unie. Want zo ben ik uiteindelijk in Rusland beland. Je was 5. Ik was 5, maar ik vond dit dus echt een geweldige kaart. Vooral... Ja. Kijk, hier in West-Europa wordt echt gevochten om elk centimeter ruimte. Dus niet elke stad staat erop. Terwijl hier is gewoon ruimte zat, maar er zijn gewoon geen steden. Maar dan toch heb je gewoon, ja, ik noem maar wat, hier Omyakon, midden in Siberië. Maar wie wonen daar dan? En hoe zien die eruit? En wat doen ze op zo'n dag? Dus daar kon ik, ja, ik kon daar gewoon heel erg lang bij wegdromen. Maar het klinkt ook alsof dit, deze afwijking, de basis heeft gelegd voor jouw latere carrière. Ja, want het is eigenlijk volgens mij wat je hebt geen afwijking gedaan. Is, want volgens mij zijn er dus nog veel meer. Maar voor mij was dat echt van, ik wil hier naartoe. Ik wil naar Siberië. Er is ook één plaatje hier van een spoorlijn die gebouwd wordt. Nou, die is dus nu af. Ja, daar wil ik dus naartoe. Daar ben ik dus heen geweest. En ik ben dus naar dat plaatsje geweest dat ik als 5-jarige dan in die atlas zag staan. Dus, ja. Ja, dat is van, ja, hier komt echt mijn reislust vandaan. Jij deelt dezelfde fascinatie, hoor. Ja, dit kennen we. Ik weet niet of het nog op school is, maar we hadden op Bosatlas. Ik ben een zoon van een zeeman, dus een scheepvaartman. En dat hele huis hing al vol met kaarten. Want voor een zeeman is natuurlijk een kaart belangrijk. Dus dat heb ik. Maar later heb ik natuurlijk de interesse ontwikkeld voor... Ja, wat zijn echt de grote momenten met... Kijk, Nederland is heel groot geweest in cartografie. En dat komt omdat we natuurlijk zeevarende traditie hebben. Dus wij hadden voor die VOC, maar daarvoor al voor de OC-handel... gewoon kaarten nodig. Dus wij hadden in het begin van de 17e eeuw... Ja, fantastische drukkers die dat deden in de hele loop van de 17e eeuw. Dus dat zijn eigenlijk, twee momenten kunnen onderscheiden in de geschiedenis. Ik zeg, dat is voor Nederland belangrijk geweest. Dus de beste drukkers en cartografen... En later is natuurlijk het moment gekomen dat we een keer je auto gingen rijden... dat je die dingen nodig had. Hier, ik heb hem liggen. Dus eerst hadden we... Het ging dus om mobiliteit. Ja, nee, zeker. Eerst de zeevaart. Een momentum in de geschiedenis van het kaarten maken. Ja, dus het is eigenlijk door een En later de auto, dus de opkomst. Een zuidelijke Nederlander heeft het slimste gedaan, Mercator. We kennen de Mercator-projectie. Die heeft eigenlijk die ronde bol plat gemaakt. Dan werd het een kaart. Dan konden zeelieden rechtuit varen met het kompas. Dus dat was handig. En dat werd dan later door bijvoorbeeld Johan Blauw... de grootste kaartenmaker ooit... werd dat in prachtige kaarten. Dat waren kunstwerken. En wat hij bijvoorbeeld deed, die Blauw, gewoon een drukker uit Amsterdam... die was een examinator van de VOC-stuurlieden. En wat hij dan deed, is hij zei... als je nou naar Indië gaat en je komt terug... moet je me precies vertellen wat je gezien hebt. Opgeschreven als heel nauwkeurig. En zo werd dat kaartje stukje bij beetje klaargemaakt, afgemaakt. Jij hebt daar een ander boek, ja, nou ja, denk ik heel veel... Ja, ik denk dat heel veel mensen dat nog wel weten. Dat denk ik ook. Het beruchte Shell Stratenboek. Ja. Dus dit heeft heel wat huwelijken gekost, volgens mij. Maar dan moest je dus naar een plaats en dan moest je dus al rijdend... moest je dan zo... Nou ja, je had natuurlijk eerst had je de grote kaart die dan uitgevouwen werd... waardoor hij dan niet meer kon zien waar we waren. Ik bedoel, nu mag je niet meer appen achter het stuur. Ja. Maar toen met die kaart, weet je, zo'n kaart... Jij zal waarschijnlijk ook kijken naar hoogte en alles. Ik vond Limburg al fascinerend... Dat
ze daar 300 zoveel meter hadden. Want bij mijn ouders in de buurt had je dan 27 meter. Vond ik ook al een berg, was een heuveltje. En dus je krijgt veel meer te zien van het landschap daardoor. Want nu gaan we, ja, we gaan het blauwe stippie. Ja. Waar ben je? Jelle, was jij ook degene met het stratenboek op ja, in de auto? Ja, maar ik ben totaal oriëntatie gestoord. Dus voor mij is het echt een godsgeschenk dat Google Maps bestaat. En echt, dat boek kan niet snel genoeg weg. Ja. Het gaat mij om meer echt om fascinatie van de schoonheid van gebieden. Dan navigeren, ja prima. Ik zet het erin en ik rij erheen en dan ben ik er. Ja. Ik heb geen idee waar ik ben. Zullen we naar, want vertel even over dit boek. De geschiedenis van Nederland in 100 kaarten. Het is fascinerend. Vorige week in ontvangst mogen nemen. Daar was ik heel erg blij mee. Het is gemaakt door Marieke van Delft en Reinder Storm. Die zitten aan de Koninklijke Bibliotheek en het Allard Pierson Instituut, als ik het goed zeg. Die een gigantische kaartencollectie hebben. En van die kaartcollectie, we hebben het echt over 100.000 kaarten. Het is echt heel erg veel. Ja. Flink. Hebben ze een boek samengesteld van Nederland in 100 oude kaarten. Nou, het is... ja. Het is precies dat gevoel wat ik had met die bosatlas. Het is gewoon heerlijk om door die kaarten te gaan. Ja. En het is dus chronologisch, min of meer chronologisch gemaakt. Het loopt tot aan de watersnoodramp van 1953. Natuurlijk veel aandacht ook voor overstromingen en inpolderingen. Dat is sowieso wel bijzonder, hè, aan Nederland, als je het vergelijkt met andere landen. Ja, in andere landen die grenzen die verschoven wel. Maar welk land ter wereld heeft nou ineens land erbij? Precies. Dat is best dus bijzonder. Veranderde de kaarten. Ja. En dan kon je dan ook weer naast elkaar leggen. Hoe hebben ze dat gedaan? Precies. Dat doe je dan ook? Dat soort dingen? Nee, ik kijk gewoon eigenlijk gewoon een kaart op zich. Ja. Ik vind dat gewoon leuk. Zullen we er een paar uithalen uit het boek? Te beginnen met de zeemythes. Ja, nou ja, dat vind ik dus leuk bij de oudere kaarten. Dat er toch vrij willekeurig gewoon een soort van dieren opgetekend zijn. En dit is de kaart van Oostland. En dat vind ik gewoon ontzettend leuk. Er was gewoon nog ruimte, denk ik. En dan tekenen ze gewoon een al dan niet fantasiedier. Want wat Jort ook al zei, ze baseerden natuurlijk alles op informatie die ze binnenkregen. Er was nog geen satelliet, dus je moest doen met wat je hoorde. Nou, dan zei een visser, ja, er zwemt daar een zeehond met drie koppen. Nou, dan teken je die en zo. Dus dat belandde allemaal op een kaart. Ja, dat vind ik gewoon een heel... dit is echt puur voor de esthetiek heb ik deze kaart gekozen. Het is gewoon echt een prachtige kaart. En dat verdwijnt zo langzaam. Maar er komen weer andere dingen voor in de plaats. Bijvoorbeeld statistiek. Ja. We gaan er eventjes vooruit in de tijd. We gaan naar de 19e eeuw. Ik heb een kaart gekozen over... Ja, die duurt een uur voordat ik het hier vind. Ja, maar we hebben hem als het goed is ook. Welke kaart is het? Die ook wel. Over de cholera in Amsterdam. Sowieso is dit een gestileerde kaart. Dat was bijzonder. Het is schematisch is een stad weergegeven. Maar hier werd dus ook voor het eerst informatie gebruikt om wijzer te worden. Gewoon, dan gaan mensen dood aan cholera. Dat was nog voor de ontdekking van de bacterie van de cholera. Dan gaan mensen dood. Ja, waar gebeurt het eigenlijk? Hoe vaak gebeurt dat? Oh, dat is in de buurt van water. Zou daar een verband zijn? Dat heeft natuurlijk ook met te maken met de opkomst van de verlichting. Dat mensen gewoon rationeel gingen de wereld gingen benaderen. Ja, dat vind ik een prachtig voorbeeld van. Maar ook hier vind ik het echt gewoon een hele mooie kaart. Maar het is eigenlijk een van de eerste, wat wij dan nu heel lelijk infographics noemen, is eigenlijk die kaart van de cholera in Amsterdam. Jort, jij wilde uiteraard... Nou ja, om te beginnen zou ik zeggen Johan Blauw, eerder genoemd omdat het de grootste aller tijden is. 1665, Atlas Major. Ongelooflijk waardevol ook die kaarten. Maar laten we ook kijken, ik had echt zo'n kaart van Amsterdam. Iedereen die in een oud-Hollands plaatsje woont, kent dit soort kaarten. En dan zie je dus Amsterdam groeien in een eeuwtijd. Moet je kijken, linksboven zie je dus Amsterdam eind 16e eeuw. Rond het moment dat Antwerpen wordt afgesloten, de Spanjaarden sluiten Antwerpen af, en dan komen de eerste Vlamingen, protestanten, komen naar het noorden toe. Sephardische Joden later. En dan zie je die stad dus in vier kaartjes groeien naar meer dan 200.000 inwoners. En op die laatste kaart, dus rond 1660, 70... eigenlijk de belangrijkste stad van de wereld op dat moment. We hebben een heel korte tijdspanne gehad dat we het belangrijkste waren. En voor de mensen hier, iedereen kan naar het Paleis op de Dam, toen het gemeentehuis. Fantastisch pand, toen het grootste niet-kerkelijk gebouw van Europa. Ga je naar de Burgzaal. Ik ben net even langs gegaan. En dan zie je drie van die marmeren platen. En toen tekenden wij de wereld, maar natuurlijk Amsterdam wel een beetje centraal. Dat was natuurlijk belangrijk. Maar wat je dan ook ziet, en dat vind ik zo geestig. Kijk, die kaart is eigenlijk uit 1655, maar is later, omdat de Burgerzaal, iedereen mocht er overheen, die was versleten, hebben ze midden 18e eeuw opnieuw gebouwd. En er ligt er nu een kaart
die de wereld is nog steeds niet af. Dus je ziet Amerika, ja, dat is de oostkust. Australië, dat lijkt eigenlijk nergens op. Daar hebben ze ook een heel stuk vergeten, ondanks Tasman. Dus die wereld is nog niet af. Dus een kaart geeft ook het geschiedenisverhaal zo illustratief weer. En ook heel arrogant, laten we wel wezen, want Amerika was er al, hoor. Alleen wij waren er nog niet geweest. Dus dat klopt ook alleen. Vanaf dat moment werd het Amerika. Ja. Jelle, we gaan even, want de feminisering van de maatschappij was al wat eerder begonnen. Ja, ik moet er wel even bij zeggen, want wij hebben nu toevallig twee voorbeelden van Amsterdam. Ja. Waar dit is echt, deze atlas, het gaat echt over heel Nederland. We hebben dan toevallig twee voorbeelden van Amsterdam. Maar deze kaart die ik er nu bij haal, dat is over heel Nederland. Dit is eind 19e eeuw. Ja, we zien hem hier al op grote scherm. Dit is een kaart van Nederland met de industrieën waarin vrouwen werkzaam zijn in verschillende gemeenten. En dan laten ze de confectie- en modezaken laten ze achterwege, want dat is dus dan al heel veel. Maar ja, dit is dan eigenlijk in beeld gebracht de emancipatie van vrouwen. En dan zie je dus dat er bijvoorbeeld drie metselaars, vrouwelijke metselaars, actief zijn eind 19e eeuw. En zes reukwatervervaardigsters in Arnhem. Nou, dat vind ik. Maar ik vind het heel mooi dat je ziet hoe de maatschappij verandert. En een kaart is natuurlijk ook telkens een representatie van een maatschappij en wat je op dat moment interessant vindt. En ja, het duurt dus tot eind van de 19e eeuw. Dat is dus een keertje. Ja, wat zie je hier allemaal? Ja. Hier zie je dus maar al die beroepen. Dit zijn natuurlijk van die. Dit is een legenda waar je dan toch wel enige tijd op kan staren. Ja, hè? Precies. Dat je denkt, jeetje, wat was er allemaal aan beroepen? Ja. Waar zaten ze? Word jij dan ook een beetje treurig van die oude kaarten? Dat je denkt, oh, we hebben het land zo lelijk gemaakt. Hier is de Zuiderzee. Kijk nou eens, wat een fantastische waterplaat. Ja. Daarvoor hadden we de Haarlemmermeer, we hadden de Beemster. We hadden zoveel water. Maar we moesten ook nog wel behoorlijk omrijden, Jort. Want de hele afsluitdijk was er nog niet. Nee, de ja, om het even positief te zien. Ja, maar ja, maar is het ook niet een beetje proeven bij jullie weemoed van een tijd die weemoed? Dat is waar eenmaal. Dus ze worden niet meer zo gemaakt. Nee, ben je gek? Nee, ik denk wel. Ja, het nut ervan verdwijnt langzaam. Net als de telefoongids bijvoorbeeld. Ja. Vind ik ook wel. Ik zou ook wel eens een ode aan de telefoongids. Ja, dat is toch ook heerlijk. Ja, sorry. Genoteerd. Maar die is er niet meer, weet je wel. En maar de romantiek. En wat jij zei, dat is aardigskunde. Je stapt in een niet meer. Ik weet, topografie doen ze geloof ik niet meer als zodanig. Moeten ze nog wel plaatsen? Op de basis. Dat vind ik wel. Het punt is, je ziet steden en landen niet meer in verhouding. Dus als je vroeger ergens in Duitsland reed, dan wist je, dan ging je om Baden-Württemberg. Dan ging je kijken hoe de verhouding. Nu rij je gewoon van een blauw stipje naar waar je moet zijn. En dat vind ik heel jammer. En bovendien mis ik de ruzies in de auto natuurlijk. Dat was geweldig. Ja. Maar nee, dat je nu. Kijk, wij leven nu in een tijd door Google. Je zoekt op wat je nodig hebt. Maar heb je het verband ook nog door? Dat is zonde, toch? Ja, nou, dat heb ik dus niet. Omdat ik gewoon heel slecht rijd. Dus over de weg. Ik vind dat als ik ergens een optreden heb, dan ben ik al lang blij dat ik er gewoon kom. Nee, dat heb ik niet. Maar ik zou het wel jammer vinden als dit soort kaarten verdwijnen. Maar dat denk ik. Ik denk niet dat het geval is. Maar ik vind juist mooi met dit boek dat het echt de geschiedenis induikt. En niet in het heden zit. Maar dat je eigenlijk de hele geschiedenis van Nederland ziet aan de hand van 100 kaart. Echt prachtig gemaakt. En je wordt er nog sterk van ook. Ja, en een beetje bij wegdromen. Dank jullie wel, jongens.